Kijk, daar staat de bus van Helmond Sport in Weidewormer. Op het veld zal Helmond Sport de bus tegen Jong AZ niet parkeren. Het heeft niks te verliezen. Het zal hekkensluiter blijven van deze competitie. Maar na 5 nederlagen wil het misschien wel weer eens winnen. Hier het schot op goal van Sijs. De redding is van Westerveld. Jong AZ verraste vorige week met een 3-3 tegen Excelsior. Toch een van de topfavorieten. Ook van een van de topploegen. En hier is weer een kans voor Helmond Sport dat goed begint aan deze wedstrijd. Ja, ook AZ meldt zich bij tijd en wijle natuurlijk. Hier is Kerkes en daar is Buurmeester. 2 doelpunten maakte hij vorige week tegen Excelsior. Hier blijft voorlopig de teller in deze wedstrijd nog even op 0 staan. Dit is felle man waar veel om draait op dat middenveld bij Jong AZ. Proberen in opdracht natuurlijk van coach Maarten Martens op te bouwen. Dat doet de Buurmeester hier, maar Sijs ontfutst hem de bal. En dan is het schot uit de tweede lijn uiteindelijk een prooi voor de doelman Westerveld. Het schot was van Gooselink. Daar de Belgische trainers winnen. Die een reactie wil zien van zijn elftal op de nederlaag tegen de Graafschap. En hier is voor de tweede keer Sijs er dichtbij. Maar Westerveld geeft tot nu toe geen krimp. AZ dan weer met Van Brederode. Kan natuurlijk vrij uitspelen eigenlijk. Tabouni. Deze naam kent u. Buurmeester legt hem aardig neer. En er zijn er 2 die hem er eigenlijk niet in krijgen. Pokoe is er daar 1 van. Nog altijd 0-0 voor Jong AZ tegen een ploeg die hekkensluiter zal blijven. En dat voor de 4e keer in 5 jaar dan ook zal zijn. Hier is Fedde de Jong. En Buurmeester. Maar nee, zegt Havenkotte, ik houd de 0. Ik heb genoeg voorbij zien komen dit seizoen. Ik excelleer ook hier. En het is een goede keeper en hij pakt deze dus ook prima. Zlathouwers. Helmond Sport krijgt hem niet helemaal weg. Weer opnieuw ingebracht door Dekker. En daar, ja, hey, Buurmeester. Maar nee, het is niet zijn avond, zo lijkt. Kans op kans eigenlijk steeds voor dezelfde speler van Jong AZ. Maar een doelpunt blijft uit. Hier is Lathouwers. Goed gedaan op snelheid. Moet dan inhouden en moet eigenlijk de tegenstander voor de 2e keer passeren. Cantinou geeft een vrije trap. Overtreding. Hier is de Jong. Weggewerkt. En uit de 2e lijn. Die bal smoort daar wat. Het schot was van Van Brederode. Dit is het publiek dat toch wel hoopt een goal te zien. Zijn inmiddels alweer 10 minuten bezig. Bijna in de 2e helft. De Jong. Balletje naar Griffith, de invaller. En Buurmeester. Kijk, hij verdeelt het spel. Van Brederode. Nou, wie? Buurmeester dus. En weer Havenkotte. De Jong. Die gaat er ook niet in. En dan uiteindelijk komt Pokoe te laat. En zo is Helmond Sport wel aardig aan de wedstrijd begonnen. Maar staat het nu tegen de jonge Alkmaarders toch vooral onder druk. En moet het proberen de 0 te houden. 5 wedstrijden dus geen overwinning. 5 wedstrijden verloren. Er is niet veel veranderd onder Swinne. Alles is eigenlijk gericht op het volgende seizoen. Maar hij vindt de arbeid te prijzen. Je moet jezelf belonen. En dat lijkt hier wat te gaan gebeuren. Jules Houtekiet is de maker van de treffer. Van Hoven geeft hier de bal afgemeten voor. En dan doet hij eigenlijk alles goed. Want met deze rare stuit is iedereen bij AZ, inclusief doelman Westerveld, verrast. En dus moet AZ nu in de achtervolging. Het kwam tegen Excelsior 2 keer op voorsprong en zag Excelsior uiteindelijk langzij komen en op voorsprong. Nu moet het in de achtervolging. Dit is het schot van Griffith, maar het is gebeurd. Toch een overwinning voor Swinne, vlak voor het sluiten van de markt.